Tijdens een raceweekend let je waarschijnlijk vooral op wat er allemaal gebeurt rond de teams. Dat is al een enorme operatie met alle werknemers, onderdelen, gigantische motorhomes, gaan ze maar door. Maar ook de bandenleverancier Pirelli heeft daar een enorme klus aan. Tijd om dat eens met je door te nemen. Al sinds 2011 verzorgt Pirelli exclusief de banden voor de Formule 1. Eerder deden ze dat ook al in de jaren 80 en 90, naast anderen weliswaar. En ook helemaal in het begin van de sport in de jaren 50 was Pirelli al bandenleverancier. Tegenwoordig zijn ze dat gewoon exclusief, dus is er niet meer sprake van een bandenoorlog. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ieder raceweekend voor Pirelli nog altijd behoorlijk stressvol kan zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de enorme logistieke operatie. Pirelli neemt namelijk ieder raceweekend maar liefst 1800 banden mee. Denk er maar eens goed over na. Iedere auto mag per raceweekend 13 setjes banden gebruiken. Dat is dus 13 keer 4, is dus 52 banden per auto. Dan zijn er 20 auto's, dus dan zit je al gauw aan de 1040 banden. Er zijn ook reservebandjes en setjes regenbanden voorhanden, vandaar de 1800. Als die banden eenmaal op het circuit zijn, dan is Pirelli er nog lang niet. In een speciale tent van de bandenfabrikant vindt er eerst voorbereidend werk plaats voordat de banden werkelijk op de auto komen te zitten. De banden komen mee vanuit de fabriek in Roemenië, maar op het circuit moeten ze vervolgens nog op de velgen gezet worden. Zoals je misschien wel weet, hebben teams hun eigen velgen. Die horen niet bij de banden. Via een strak gecoördineerd logistiek proces zorgt Pirelli ervoor dat de juiste setjes banden op de juiste setjes velgen worden gemonteerd. Immers heeft niet ieder team dezelfde hoeveelheid van iedere compound besteld bij Pirelli. Maar goed, als je dacht dat 1800 banden al veel waren, wacht dan maar tot ook de Formule 2 en Formule 3 meedoen in een raceweekend. Die gebruiken ook banden van Pirelli, dus dan heeft men in totaal wel zo'n 3000 banden bij zich. Er zijn bij een regulier raceweekend maar liefst 55 mensen van Pirelli druk mee bezig van alles en nog wat. Zo zijn er mensen die de banden moeten monteren, mensen die de banden wegbrengen en ophalen bij de teams. Maar zo is er bijvoorbeeld ook per team één Pirelli-medewerker die zorgt voor de link tussen het team en Pirelli. Het is niet zomaar een kwestie van de lading banden dumpen bij een team aan het begin van het weekend, want tussen de trainingen in worden de banden weer ingenomen en krijgen teams weer nieuwe setjes terug. Het gaat constant heen en weer. En als de recessie eenmaal op zit, is het natuurlijk geen kwestie van een setje gebruikte banden bij het grofveld dumpen. De wielen moeten dan ook weer terug naar Pirelli, waar de banden van de velgen worden gehaald en de gebruikte banden worden dan weer systematisch opgeslagen. Zelfs banden die niet gebruikt zijn gaan door dit proces. Na een raceweekend wordt er namelijk gewoon nog meer mee gedaan. Dan gaan de gebruikte en ongebruikte banden allemaal naar Engeland. Daar heeft Pirelli een analyse- en recyclingcentrum, want alle gebruikte banden worden daar nog eens gecontroleerd en vervolgens gerecycled. Jawel, zelfs ook de ongebruikte banden die worden gerecycled en dus niet meegenomen naar het volgend weekend. Daarmee wil Pirelli voorkomen dat de oude met de nieuwe banden gaan mengen en scherp in de gaten houden voor eventuele problemen in het nieuwe weekend. In Roemenië loopt ondertussen weer een nieuwe lading banden van de band, klaar om ergens ter wereld gebruikt te gaan worden. Dan begint het hele proces weer opnieuw. En goed, dat was hem dan, de factchecker over de enorme klus van Pirelli die ieder raceweekend weer plaatsvindt. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en ik zie jullie weer bij een nieuwe video hier op GP Fans. Hoi!